Heer Bergelovige, eerst enkele mededelingen. Vandaag de tweede zondag na Pinksteren. Morgen door de week. Op sommige plaatsen de heilige Clotilde, koningin en weduwe. Dinsdag de heilige Franciscus Caracciolo, beleider. Woensdag de heilige Bonifatius, bisschop en martelaar. Donderdag de heilige Norbertus, bisschop en beleider. Vrijdag het feest van het telegraaf van Jezus. Dus het is geen verplichte feestdag. Vroeger, dus, volgens kanoniek recht wel, maar niet volgens het concordaat van Napoleon is het hier dus in onze streken niet verplicht. Maar u bent wel hartelijk uitgenodigd om dus die dag een mis bij te wonen. Zaterdag, Onze Lieve Vrouw op zaterdag, op sommige plaatsen Onze Lieve Vrouw van de Wacht. Komende zondag, de derde zondag na Pinksteren. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die bijgelovigen. Ik ga eens een antwoord op een vraag, of een moeilijkheid die iemand mij deze week heeft voorgelegd. Namelijk, de moeilijkheid was, ik ben bang. Ik ben bang. Ik ben bevreesd. Voor de dingen die moeten komen. Wel, ik wil daar een klein woordje over zeggen, want wellicht zitten nog andere mensen met dezelfde problemen. Want u weet al, ik heb er al verschillende keren over gesproken. Die persoon was bang van de straffen van God die gaan komen. Ja, wat moet men daarvan zeggen? Wel, de oorzaak van alle problemen tegenwoordig zijn eigenlijk, dus onmiddellijk gezien, die oligarchie die achter de schermen. Dus de corruptie veroorzaakt van de kerk, de infiltratie, en van onze gouvernementen, van onze regeringen, door omkoperij. Zodat onze eigen regeerders, gouvernanten, regeerders, ministers enzovoort, uiteindelijk niet meer het belang van het volk waarnemen, maar het programma van degene waar ze zwaar voor betaald worden, ook al kiezen wij onze mensen. Toch worden ze weer omgekocht. En omdat die oligarchie zo sterk en zo machtig is, kunnen wij ze niet meer onschadelijk maken. Zij die de oorzaak zijn van alle kwaad in de kerk en in de staten, bij de volkeren. Wij zijn niet in staat, omdat ze te machtig zijn. Maar omdat zij verhinderen dat de kerk uiteindelijk doet wat ze zou moeten doen, gaat God zich daarmee bezighouden. Daar gaan ook al profetieën over. Want er is een zekerheid dat de kerk zal bestaan. Dat is een zekerheid. De kerk zal altijd bestaan tot het einde van de wereld. Een tweede zekerheid is dat alle mensen geroepen zijn voor de hemel, allemaal. Dat zijn er 8 miljard. En een derde zekerheid is dat men alleen maar naar de hemel kan gaan door de kerk. Dus het is logisch dat de kerk goed moet functioneren. En nu functioneert ze niet goed, omdat die oligarchie, die kabal, die verschillende namen, Zionisten enzovoort, allerlei namen, ze geven zichzelf geen naam, omdat ze juist anoniem willen blijven en verborgen en toch alles beheersen. Wel, die zouden we dus
wij kunnen, de kerk kan niet op een plooi komen met zulke mensen. En dus uiteindelijk willen ze de kerk helemaal onschadelijk maken. De kleine groep die nog overblijft, heeft geen impact meer op 8 miljard mensen. Natuurlijk in de bovennatuur wel, want één enkele mis brengt eerder stel voor alle zonden van de wereld. Maar een seconde nadien, na de consecratie, gaan die doodzonden dan weer verder. Van al die zondaars die nu doodzonden plegen en zonden die wraakroepend zijn aan de lopende band. Dus de oplossing is dat de mensen zich gewoon bekeren en ophouden met zondigen. Want de eerder zelf brengen, dat is wel eventjes een opluchting, maar dat is geen definitieve oplossing. En dus de kerk moet dus... dus dat zijn allemaal principes die zeker zijn. De mensen moeten naar de hemel, dat is hun bestemming. Ze zijn de 8 miljard, ze hebben de kerk nodig, dus de kerk moet goed kunnen functioneren. En nu functioneert ze niet goed, dus God zal ingrijpen. Dus dat is ook zeker, want God blijft trouw aan zijn belofte, dat de kerk onfeilbaar is, onfaalbaar enzovoort. Dus God zal ingrijpen. Dus ontdoen van van een hindernis, dat de kerk tot een plooi kan komen, dat is dus die oligarchie. Hoe gaat dat gebeuren? Wel, daar zijn er profetieën voor, van serieuze profeten. En die manier waarop God dat gaat doen, dat zijn de drie donkere dagen. Die drie donkere dagen gaat dus die oligarchie dus geëlimineerd worden door de engelen van God zelf. Maar dat is eigenlijk nog geen definitieve oplossing. Maar stel je voor dat die drie donkere dagen nu gaan plaatsgrijpen. Wij blijven gewoon drie dagen binnen, we bidden, we hebben gewijde kaarsen, we hebben ons eten en we bidden drie dagen. En we zijn drie dagen, wachten we af en de derde dag is alles opgekuist. Maar wat gaat er dan gebeuren? De bevolking gaat gewoon verder leven zoals ze gewoon zijn. Namelijk met hun wraakroepende zonden. Met al die zonden die ze nu bedrijven, die u weet. Dus de zonden worden bedreven tegen de natuur. Dus vele zonden worden bedreven, dus veel ondeugden, veel onkuisheden en andere. Dus de zonde, mensen gaan blijven zondigen. Dus dat is geen oplossing. We zijn dan wel verlost van de oorzaak van het kwaad, namelijk de directe oorzaak, maar niet van. De mensen zijn niet bekeerd, doordat de kabal, doordat die oligarchie. Oligarchie wordt geëlimineerd door God, daardoor is het volk niet bekeerd. En dat is dus geen oplossing. Dus de mensen moeten zich eerst bekeren. Dat komt erbij. Niet alleen het elimineren van de kabal, maar de mensen moeten zich bekeren. Wel, hoe gaat dat gaan? Wel, we weten nog een andere zekerheid. God is rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid eist dat het goede wordt beloond en het kwade gestraft. Een andere zekerheid is... Dat weet u ook, dat heb ik al verschillende keren gezegd. Er zijn geen gemeenschappen in de hemel. Dus de landen, de volkeren, die worden hier op aarde beloond of gestraft voor het goede of het kwaad dat ze gedaan hebben. In het hiernamaal zijn er enkel enkelingen. En de enige maatschappij die er zijn, dat zijn de negen engelenkoor. Dus het heeft niks te zien met België, met Vlaanderen, met Frankrijk, Engeland. Heeft daar niks mee te zien. Dus de landen... Die worden hier op aarde beloond of gestraft. Wel, omdat de landen nu zeer zware zonden bedrijven, door hun onchristelijke en goddeloze wetten, zullen ze gestraft moeten worden. Dus de rechtvaardigheid eist de straf, en rechtvaardigheid is een deugd, dus die eist een straf, en die straf die moet dus hier gebeuren. En ten tweede, de mensen moeten zich bekeren. Want anders is er nog niks opgelost. Dus er zijn drie dingen die er moeten eigenlijk gebeuren. De oorzaak van het kwaad, de directe oorzaak van het kwaad, namelijk die oligarchie die moet geëlimineerd worden, dat gebeurt niet over de dagen. Maar er moeten nog twee problemen opgelost worden. De mensen moeten zich bekeren, de volkeren moeten zich bekeren, want ze moeten naar de hemel gaan. En de rechtvaardigheid eist dat het kwaad gestraft wordt. Dus daarom is het onvermijdelijk dat die straffen gaan komen voordat die donkere dagen gaan gebeuren. Dat is onvermijdelijk, want die straffen zijn dus vereist door de rechtvaardigheid. En die straffen zullen nodig zijn om de mensen te bekeren.
Want de mensen bekeren zich niet door de goedheid. Bijvoorbeeld, je ziet hier die kapel, die kleine parochie hier. Er is hier een geldige priester, er zijn hier geldige missen, er is een echt liturgie. Er zijn preken die ik verzorg. Dus de mensen hebben hier al wat ze moeten hebben om christelijk te zijn. En ja, het trekt geen massa's volk. We zijn heel klein, heel weinig. Dus je ziet dat de mensen hier, maar dat is overal in de wereld, is hetzelfde probleem. Dus de mensen zijn niet meer geïnteresseerd in de waarheid, ze willen niet veel offers meer brengen. Dus door de goedheid gaan de mensen zich niet bekeren. En als de goedheid niet meer is, dan blijft alleen maar de straf. Dus de mensen zullen straffen nodig hebben om zich te bekeren. Inderdaad, we hebben dat meegemaakt. De mensen die de oorlog hebben meegemaakt zeggen, onder de oorlog zaten de kerken vol. We hebben de Eerste Wereldoorlog gehad, de Tweede Wereldoorlog, dat waren als straffen van God. En de mensen hebben zich min of meer bekeerd. Maar daarnaadien zijn ze terug gaan zondigen. Dus het is geen definitieve oplossing. En dus dat zijn de redenen waarom de straffen van God gaan komen. En die zijn proportioneel aan het kwaad. Hoe erg gaan de straffen zijn? Maar dat is heel eenvoudig. De straffen gaan zodanig zijn dat de mensen zullen inzien dat God het is die hun straft, dat het voor hun zonden is en dat ze vergiffenis gaan vragen. Dus die drie dingen. Dus zo erg zullen de straffen zijn tot de mensen vergiffenis vragen. En als de volken vergiffenis vragen, is God altijd barmhartig. God vergeeft altijd als men berouw heeft. De barmhartigheid van God is oneindig, maar de voorwaarde is het berouw. Het oprecht berouw over zijn zonde. Als er geen berouw is, is er de hel. Zoals degenen die geen berouw hebben, zitten in de hel. En in de hel is geen barmhartigheid. Omdat ze geen berouw hebben. Dus als de mensen berouw zullen hebben, de volkeren berouw zullen hebben, de zondaars berouw zullen hebben, dan gaat de barmhartigheid komen. Dan komt de genade en dan komt alles in orde. Dus er is geen andere oplossing. Door de goedheid zullen de mensen zich niet meer bekeren. Dus ze hebben een straf nodig. De straf zal proportioneel zijn om zijn effect te bereiken. En zoals Jezus zegt hier, dwing ze om binnen te komen. Dus er gaat een druk uitgeoefend worden. God wil als een goede vader dat zijn kinderen naar de hemel gaan. Een vader die gaat alles mogelijke doen om zijn kinderen, die hij ziet dat ze verloren gaan, om ze nog te redden. Dus dat is in het evangelie. Dus druk, oefen druk uit op dat ze binnen zouden gaan. Wel, die druk is aan de straffen die gaan komen. Het is zo dat het goede ook beloond wordt. Dus als men moet zorgen dat men in staat van genade is. En dat men zoveel mogelijk bidt. En natuurlijk het gezond verstand vraagt van enkele maatregelen te nemen. Voedsel voorraad op te doen. Drinken. Hout. Om te verwarmen enzovoort, dus medicijnen. Dus men moet een paar voorzorgsmaatregelen nemen. Maar voor de rest, vooral in staat van genade zijn. En bidden en verstervingen doen, zoals onze lieve vrouw dat vraagt. En dan wordt men door God beschermd. Dan is er eigenlijk een soort eiland rondom u van de bescherming van God, midden in de straffen. Maar die bargelovigen. Mijn antwoord, ik heb schrik van de straffen van God. Wel, als je in staat van genade bent, moet je geen schrik hebben. En bid onze lieve vrouw. Een kind van Maria gaat niet verloren. De voorzienigheid is er ook nog. En ze zal ervoor zorgen dat we het noodzakelijke hebben. En die straffen zijn noodzakelijk. Kijk maar naar uw catechismus. Ik heb een paar principes opgenoemd. Dat vindt u allemaal in uw catechismus. U kan de redenering zelf doen. Dus we hebben eigenlijk geen profeten meer nodig. Als we onze catechismus goed kennen en we zien wat er gebeuren, kunnen wij zelf concluderen wat er gaat gebeuren. Natuurlijk, de profetieën zijn interessant om de details te geven hoe dat gaat gebeuren. De details kent u, want daar heb ik andere keer over gesproken. Maar ik antwoord nu op die opmerking. Pater, ik ben bang van de straffen van God. Dus degenen die in orde zijn, die moeten geen angst hebben. Het zijn degenen die in staat van doodzonde zijn en die erop loszondigen, die zich niet willen verkeren, die moeten angst hebben van God. Zo die welgelovigen. En nu een woordje over het heilige evangelie van vandaag. Wel, we zitten in het octaaf van de sacramentsdag. En Jezus die gebruikt hier een parabel van het feestmaal. En het feestmaal is natuurlijk de hemel.
Maar op aarde hebben we ook een feestmaal en dat is juist inderdaad de heilige communie. Men spreekt van de communietafel. Een communiceren is eten. Maar het is een goddelijk voedsel. Jezus in zijn toespraak na de toespraak tot de apostelen om nadat hij dus de hemel opgaat, voordat hij de hemel opgaat, ze voor te bereiden om de kerk verder te zetten, probeert hem te duidelijk te maken dat de relatie die hij heeft met de Vader, want hij komt van de Vader. Als God komt hij van de Vader, is alles even het leven van de Vader gekregen, het goddelijk leven, dat van de Vader alles komt. Die relatie die hij heeft met de Vader, dat hij alles van de Vader gekregen heeft, die zou hij zoveel mogelijk willen doorgeven aan ons. Zoals hij tegenover de Vader staat, heeft het leven gekregen. Hij is dus de Vader verwekte Zoon van alle eeuwigheid. En de Vader geeft de Godheid, de Zoon ontvangt de Godheid. Zo ook wij, wilt hij aan ons het leven geven en de Godheid doen verder geven, zover dat mogelijk is om de Godheid door te geven aan schepselen. Dus wij hebben deel aan de Godheid, wij zijn dus aangenomen kinderen, zonen, dochters van God. Aangenomen, maar wel kinderen. Een kind die woont in het huis van God, dat zal de hemel zijn. Die heeft recht op de erfenis, dat is alle godsaanschouwing. Die leeft met die vader. Een aangenomen kind leeft ook met de vader en heeft praktisch dezelfde rechten als een natuurlijk, dus een biologische kind. Er is maar één zoon. God heeft maar één natuurlijke, echte zoon. Dat is de tweede persoon van de drievuldigheid. Maar uit goedheid wil God, Jezus, zoveel mogelijk aan ons deelnemen wat hij zelf van de Vader gekregen heeft. En dat begint met de doopsel, maar dat gaat ook verder, want de doopsel is zoals een geboorte, maar hij wil dat wij ontwikkelen, want wij zijn schepselen en wij zijn niet meteen volmaakt. Dus wij moeten een zekere weg afleggen. En zegt, ik ben de weg. En om een weg af te leggen, hebben we voedsel nodig. Ook in het lichaam heeft voedsel nodig om te kunnen leven en de krachten te bewaren. En ook in de bovennatuur is dat zo. En dat voedsel is buitengewoon, omdat wij een goddelijk leven hebben gekregen, is dat voedsel ook goddelijk. Het is eigenlijk God zelf, eenvoudigweg, zoals u weet. De hostie is God zelf. Dus dat feestmaal is iets buitengewoon. Dat is niet zomaar een feestmaal, want als het zomaar een feestmaal is, dan zijn die mensen die zich verontschuldigen om niet te kunnen komen, die kunt die verontschuldigingen aannemen. Ik heb een villa gekocht, ik heb een paar rossen gekocht, ik moet die uitproberen, want als ze niet goed zijn, moet ik ze terugdragen aan de koper. Ik moet die uitproberen zo vlug mogelijk. Ik heb een vrouw, ik ben er pas mee getrouwd, ik kan ze toch niet alleen laten, of zo, of ik wil ze daarmee alleen zijn, enzovoort. Ik ben pas gehuurd. We zijn een huwelijksnacht, bij wijze van spreken, een huwelijksreis, bedoel ik. Ik moet mijn huwelijksreis doen, ik ben pas getrouwd, dus ik kan niet naar uw feestmaal komen. Dat zijn eventueel geldige verontschuldigingen, maar niet in dit geval waar het eigenlijk om gaat. Het gaat om de hemel, om de enige bestemming van ons bestaan. Het gaat om een feestmaal dat God inricht en dat het belangrijkste is. Het is waarvoor wij op aarde bestaan en andere zijn bijzaken. Andere zijn gewoon middelen. Dus om dan te zeggen aan God, ja maar ik heb een villa gekocht, ik heb een vrouw, ik heb een paar, ik moet mijn velden bewerken met mijn ossen die ik gekocht heb. Dat is dus schandalig. Dat is uw eeuwigheid die uitnodiging van God op de helling zetten voor schepselen die eindeloos minder waard zijn dan hetgeen dat God ons wil aanbieden. Uiteindelijk gaat het over de drievoudige beheerlijkheid. De beheerlijkheid van de geest, van het vlees en van de wereld. Dus die drie dingen hebben daar betrekking mee. Dat wij dus ons laten verleiden door de duivel om de schepselen belangrijker te vinden dan God uiteindelijk. Want het is God die we gaan krijgen. Die feestmaal is een eindeloos belangrijke feestmaal. Het is God die zichzelf eigenlijk aan ons te eten, je kunt het wel zeggen, hè, zo, dus te eten geeft in de communie. Waarom? Wel omdat het voedsel kracht geeft en Jezus
wil zich vernederen tot achter de schijn van brood en wijn, om in ons te komen en ons alles wat hij heeft zoveel mogelijk mede te delen. Zoals het voedsel zijn krachten mede delen aan het lichaam. Het voedsel dat we deze morgen genomen hebben, of vandaag genomen hebben, heeft ons lichaam krachten gegeven, is ons lichaam geworden, is overgegaan in ons lichaam. Wil Jezus wil in ons komen om zoveel mogelijk wat van hem is, wat hij verdiend heeft door het kruis, aan ons door te geven. Dus ons leven te geven, het leven. Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken. Hij geeft het leven door. Dat hij op het kruis heeft verdiend. En dat gebeurt door de sacramenten. Door de sacramenten geeft hij, dat zijn die bloedbanen, dat zijn die sappen die door de plant van de kerk, als het een kerk een wijnstok is, lopen en die in onze ziel terechtkomen. Dat zijn de sacramenten, sacramentaliën, de devoties die door geloof, hoop en vooral de liefde goed functioneren. En dat is ons bovennatuurlijk leven. En dat is, dat feestmaal waarvoor we geroepen zijn. Dus die bijgelovigen, dus dat is heel belangrijk. Jezus heeft eerst de uitverkorenen uitgenodigd. Dat zijn dan de fariseers, dat zijn de theologen, dat zijn de priesters, de hoge priesters, dat zijn de elite van het uitverkoren volk. De elite van het uitverkoren volk. En die wilden niet komen. Hè? Die wilden hun eigen, mijn villa, dat zeggen mijn tempel, ik zal mijn tempel zelf wel beheren. Ik moet uw nieuwe liturgie niet hebben. Ik zal mijn tempel, mijn huis, mijn os, ik zal het wel de godsdiensten dus beoefenen zoals ik het wil. Niet zoals u het wilt, maar zoals ik het wil. En want Jezus heeft hen verweten dat ze dus wetten hebben bijgevoegd om geld te bekomen, om op de mensen meer invloed te hebben, enzovoort. En dan, en ze hadden ook, ze waren ook overspelig. Ze waren ook overspelig. Dus ik heb een vrouw, ik kan niet komen, dat wil zeggen, ik wil nu godsdienst niet aanvaarden, Jezus, want ik heb een vrouw, ik heb verschillende, ze hebben zelfs verschillende vrouwen. Dat zie je ook wanneer die fariseers en die schriftgeleerden die overspelige vrouw aan Jezus voorstellen en ze zeggen, die moet volgens de wet van Mozes gestenigd worden. En ze zegt, ja, diegene die zonder zonde is, werpt de eerste steen. Ze gaan allemaal weg. Ze zijn allemaal overspelig geweest. En hij schrijft op de grond, zegt hij daar in geschrift. Hij schrijft op de grond en dan zien ze dat hij weet ervan waar ze juist wanneer wat gedaan hebben. Dus ze gaan allemaal stil weg. En de schrift zegt, de oudsten eerst. De oudsten hadden nog het meest gezondigd. Dus ze willen zich gewoon niet bekeren. Ze willen Jezus, ze zien wel dat hij de Messias is. Ze zien zich uitgenodigd, maar ze willen niet hem volgen. En dan Iratus, de pater familias, dus God is dan boos. Hij is boos, want ze weerstaan aan zijn heilige wil. Het is een wil om hen gelukkig te maken, het is een hele goede wil. En dan zegt hij aan zijn dienaren, dat zijn de engelen en ook degenen die dus de mensen die op aarde dus zijn rijk uitbreiden. Ga dan overal de armen en enzovoort en de zieken en zo gaat ze dus halen. Dat heeft hij ook letterlijk gedaan. Hij heeft aan 72 leerlingen en aan zijn apostelen gezegd, ik geef u de macht om duivels uit te drijven, om zieken te genezen, ga ook al verkondigen dat koninkrijk er is. En het volk heeft zich ook eigenlijk bekeerd. Want ze hebben hem zelfs 2 keer tot koning willen uitroepen. Er waren duizenden die hem volgden in de woestijn. In Jeruzalem is hem uitgeroepen tot Messias, Hosanna, Fili David. Maar nadien zijn ze dus weer door die leiders dus misleid, omgekocht, verhinderd door de toenmalige oligarchie. Dus verhinderd om uiteindelijk Jezus te volgen. En zijn er maar 8.000 à 10.000 die zich uiteindelijk bekeerd hebben. En dat is niet genoeg. Want Jezus, God wil, is eigenlijk gestorven voor iedereen. En dan gaat overal zoeken, overal iedereen die je vindt. En dat is dan inderdaad wat de kerk dan gedaan heeft. Dus de diaspora, nadat ze ook verjaagd zijn geweest van het heilige land, zijn ze overal in de wereld gegaan en hebben ze aan alle volkeren, zoals Jezus het vroeg, het evangelie gebracht.
En de mensen, eeuwenlang nu, 2000 jaar al, uitgenodigd om dus naar het feestmaal te gaan. Dat is de geschiedenis van de kerk. Die belgelovigen, waarderen we deze gave van God in het Allerheilige Sacrament. Volgende vrijdag is het Heilig Hart. Het Heilig Hart is een symbool van Gods liefde, omdat ja, Pasen is een blijk van Gods liefde. Pinkster is een blijk van Gods liefde. De Heilige Geest is Gods liefde. Het sacrament is een buitengewoon blijk van Gods liefde. En daarom komt er een speciaal feest van het Heilige Hart van Jezus, die zijn hart toont, hoe dat hij ons lief heeft, om ons hart te winnen. Om ons weer, om die uitnodiging, dat is die heilige druk die het uitoefent. Hij gaat geen fysiek geweld uitdrukken, want dat haalt niet veel uit. Want het is de ziel die hij wil kraken. Maar hij gaat met alle mogelijke middelen morele druk uitoefenen, een heilige druk uitoefenen. Hij gaat zelfs zijn hart tonen. Alsof een operatie gebeurd is, een fysische opening in zijn borst, dat je zijn hart ziet kloppen. Zover gaat hij. Dat hij zijn hart toont, dat klopt voor ons, met een doornenkroon rond en een kruis erin, wat hij allemaal in staat is om te ondergaan, omdat hij ons bemint. Die welgelovigen, waarderen we deze gaven van God, dit feestmaal, antwoorden we aan de uitnodiging, edelmoedig, volledig, en vragen ons, lieve vrouw, van dat goed te beseffen, de waarde van deze uitnodiging, en het ook heel goed te doen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.